Oh shit. Oh, oh fuck. Mijn naam is PJ. Ik ben hier samen met grote Mattie Keto en zo. En jullie kennen hem vast wel van Rogue One, A Star Wars Story. Als jullie hem niet hebben gezien, gaan we nog even kijken. Het is vast geen promotie van Star Wars helaas. Ik heb geen samenwerking met Disney of met George Lucas helaas. Maar hey Lucas, if you're watching this, please contact me because I would love to participate with you and to play in one of your Star Wars movies. If that's still possible. Maar goed, dat is. Oké, dat is gewoon allemaal droommuziek. Maar goed. Anyways, ik ben terug met een nieuwe vlog. En we gaan zien wat we vandaag gaan beleven. Als jullie dit willen zien, dan. Kom met me mee. Dit is een leuke moment van de dag. Die kippen die staat te springen om naar buiten te gaan. Weet je? Hier. Open dan. Tada. Kijk, deze is gewoon tam. Je kan deze gewoon aaien. Hè? Ja. Oké, dus er is een app. Velen van jullie wisten waarschijnlijk die app al. En ik ken hem ook al, maar ik heb hem nooit gereviewd. De app heet Too Good To Go. En wat het inhoudt is dat er allemaal winkels zijn. En allemaal horeca zelfs. Die, ja, levensmiddelen die normaal over datum zouden gaan. Die tegen de datum aanzitten. Maar je eigenlijk gewoon prima kan eten en kan gebruiken. Die ze dat dan voor 5 euro in een soort tasje doen. In een soort mystery box. En dat je die online in die app kan kopen. En het leuke eraan is dat je dus nooit weet wat er precies in zit. Nou, en dat is wat ik heb gedaan. Ik heb er vandaag 2 gekocht. En ja, ik ga jullie meenemen en ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. De Good To Go ding heb ik al verzameld. En ik moet zeggen. 1. En 2 goede zakken vol. Ja, ik heb hier vooral broodjes. En een bak kant-en-klare mac and cheese. En wat koekoek en een salade erbij. En wat peperkoek en zo. En dat zijn allemaal dingen zoals je ziet. Allemaal met 35% kortingstickers. Die normaal weg zouden worden gemieterd. En dat heb je dan weer gesaved door zo'n pakket. De ene dag zou je zoals dit hebben echt gewoon een toppakket. En de andere dag zou je ook wel zoiets hebben van. Jezus, wat is dit voor waardeloze meuk. Dus dat is ook een beetje het leuke eraan. Nou, ik ben nu bij de tweede. Dus die ga ik nu collecten. En dan zullen we zien wat het is. Goedendag. Ik had een The Good To Go besteld. Nu binnen. Dus we gaan het zien. 2 The Good To Go pakketjes die ik heb gehaald van een tankstation. Dus we gaan ze thuis maar eens even unboxen en zien wat het is. Een van het eerste filiaal, ja, die was er niet voorbereid op een ding. Omdat hij blijkbaar geen bestelling meer aan het binnen ging. Naar deze dus wel. En die had ter plekke even wat in elkaar geflanst. En deze was al ready made. Dus zoals je ziet had deze ook een apart tas ervoor. Maar iedereen doet natuurlijk weer anders. Bij de ene moet je een eigen tasje meenemen en bij de andere dan krijg je een tasje. Dus ik ga nu naar huis rijden en dan gaan we zien wat er allemaal in zit. Als het anders zo ziet liggen, is het toch wel een aardige buit. Dus we gaan kijken. Nou, ik heb die allemaal even op tafel neergelegd. En it's time for the big reveal. Dus we beginnen bij het eerste ding wat ik heb gehaald. En we halen het later zo uit allemaal. Hoppakee. Zo. En die twee zakken samen vormen één pakketje, dus ik doe ze maar tegelijk. Ja, gaat heel soepel zo. Okido, dan heb ik deze even, hoppakee, onder een handje. En dan gaan we het maar eens bestuderen wat we allemaal hebben. Wat we hier al zien is eigenlijk een soort van hele dag menu eigenlijk. Want je hebt links iets wat je kan eten en het midden wat je als lunch. En rechts zie ik gelijk al een heel drie gangen menu met hier allemaal dingen. Voorgerecht, hoofdgerecht, bijgerecht, nagerecht en hier allemaal dingen. Snelle Jelle, dat is een single unit en een heel pak, dus het is een hele goede deal, beleg. 2 pakken van deze ham, broodje met verse uitloop-ei en er zitten 3 van dit broodjes bij, allemaal met ander beleg. Ja, deze is alleen met Maaslander, deze is ook. Zelf ben ik niet echt een fan van een broodje kaas, maar goed, dat kan dus gebeuren, want je weet nooit wat erin zit en ze houden nergens rekening mee en dat is natuurlijk logisch. Want het is gewoon wat ze, afschrijven, gooien ze erin. En de ene keer geluk en de andere keer minder geluk. Maar goed, ik weet altijd wel mensen die het wel willen hebben.
Maar daar moet je dus wel rekening mee houden. Dat als je zo'n ding koopt, dat je niet weet wat erin zit. Ook dat ze... Dat het niet altijd te combineren is met bepaalde diëten of wensen of dat soort dingen. Dus houd het wel in je achterhoofd als je een dingetje haalt. Heerlijk zakje kroephoek. Ja, en hier een couscous ricola salade. Maar dit is wel echt iets waarvan ik denk van, oh, dit is amazing. Dit is kant-en-klare mac and cheese. En dat is gewoon, nou, top. Ik hoop dat deze net zo lekker is wat ik verwacht. Dan heb ik hier, en het is ook freaking lekker. Een dingetje met Daniel kwark. En wat die allemaal bij elkaar ligt, had ik voor 5 euro gehaald. Als je deze twee hebt, dan heb je al de hele box eruit. Dus dat is, ja, voor mij waarvan ik zeg van, echt amazing. En dan gaan we nu naar box 2. Haha, is deze. We gaan kijken wat er allemaal in zit. Ik heb hier nog niet echt naar gekeken. Dus voor mij is het een grotere verrassing dan de vorige. Want de vorige heb ik al deels bekeken. Dus ik ben benieuwd. En hij is leeg. Dus we gaan kijken wat er allemaal in zit. Zo, dit is dus wat ik allemaal in deze box heb. En ja, het is zoals je ziet iets minder dan de vorige catch. Maar alsnog zeg ik, ja, ik vind het een hele goede box. Als eerste hebben we deze, een krentenbol met maasland. Dit is een stukje brie. Heb ik weer wat pakjes ham. Dit is al een goede. En waar ik het meest blij mee ben met deze catch, is dit pakje. En deze gesneden groente, ja, daar kan je ook altijd wel leuke goede dingen mee koken. Ja, en als laatste heb ik hier, ik heb deze nog nooit gehad. Red Bull Organic, met ginger ale drink. Ik ben benieuwd hoe het smaakt met Red Bull, ik heb het nog nooit gehad. Dus ik ben benieuwd om te proberen. Ik zal het live voor jullie testen. Oh my god, dit is echt fucking goed. Ik weet het is niet gezond om energy drink te promoten op mijn YouTube kanaal, maar goed. Ons kipje komt ook even kijken. Hallo. Nou zeg. Ook niet lief. Nou zeg. Wil je eten? Oké, ik geef zo wat te eten. Zoals jullie zien heb ik al dit eten dus. Voor maar 10 euro weten te fixen. En dit is echt briljant. Ook iets leuks van deze app is dat je heel vaak zo zit van wat de fuck moet ik vanavond gaan koken en wat ga ik eten. En takeaway is steeds duur en ja, whatever. Koop je gewoon zo'n box en dan denk je van hey, even kijken wat er allemaal in zit. En dan kom je ook weer op hele nieuwe dingen uit die je normaal nooit zou kopen of proberen. Oh, hele. Maar met deze catch ben ik zeer en zeer tevreden. Proost. Zo mag je een hele. Damn, die is klaar. Een zesnaadje. Cool. Je pikken, hè? Wat ga je doen, kippie? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik zal wat eten voor je pakken. En ook voor je vriendin. Dit is toch mega schattig, guys? Hoi. Die andere is wat bangiger. Kom maar, wil je wat? Hier, kom maar. Nee? Gooi ik hier wat voor je neer. Make it rain. Ik ben lekker kippie. Ah. Ik vermaak me wel lekker zo. Kom hier even gluren. Hey. Kom hier even. Ja, daar heb je ze. Deze. Deze kippen, toen we gewoon buiten gingen dineren, ging die gewoon op de tafel zitten. Oh shit. Oh fuck. Gooi ik op mijn rappel om. Kutzooi. Maar gingen dus hier op de tafel zitten. En toen gingen ze dus gewoon van ons bord gingen ze onze groenten afeten. Ja, kijk, menigeen zou dat niet goed vinden. Maar ik vond het wel echt een mooi gezicht. Ja, wat is ook een paar keer gebeurde, is wat trouwens nog steeds gebeurt. Is dat die zwarte kip vooral. Ja, die gaat dan oversteken. Want ze gaan dan van hier in de bosjes, in de struik, steken ze hier zo over naar hun hok. Alleen soms is onze hond dan ook buiten. En dan vang je er achteraan. En dan heeft hij vooral die zwarte kip, want die is wat tammer. En die gaat dan gewoon, als je dichterbij in de buurt komt, gaat hij zo zitten. Ik weet niet waarom, maar het zal wel een goede biologische verklaring voor zijn. Ik heb geen idee. Ja, en dan gaat die hond gaat zo helemaal om ze heen snuffelen. En dan probeert de kip dicht te komen en dan gaat die hond erop staan met zijn poot. En dan pakt Dakota, onze hond dus, die zwarte kip vast. Zo gein. Hij heeft er zelfs al een paar keer een rondje mee door de tuin gered. Maar dat ziet er zo droog uit. En dan zie je dat die kip dus ergens op gaat staan en dan is hij safe. Maar ja, dan denkt hij van, oh, ik ben beter af ergens anders. Maar ja, dat is niet zo. En dan, pam, wordt hij gepakt door Dakota en dan gaat hij... Weet je wel, helemaal zo.
En dan word je meegenomen door de tuin. Maar ja, de grote vraag is, ga ik eindelijk viral? Ben ik nou eindelijk beroemd met mijn kippenvideo? Met de video dat ik een kip aan het voeren ben? Dat zou zonde zijn als ik het hadden weggemikt, nietwaar? Oh shit. Oh fuck.